Welkom in de brouwerij van Van der Streek Bier. Helaas kunnen we vanwege de huidige COVID-maatregelen geen persoonlijke rondleiding geven door onze brouwerij. Daarom hebben we deze video gemaakt. Zo kun je toch de brouwerij van binnen bekijken, onze bieren proeven en bij ons kun je ook vanuit het proeflokaal goed de brouwerij in kijken. Zit je er klaar voor? Dan gaan we beginnen. Ik ben Ronald van der Streek en samen met mijn broer Sander Hi. ben ik in 2010 begonnen met thuisbrouwen. Stel je eens voor. Twee broers die elke maand bij elkaar komen om een nieuw bier te brouwen. En ook het bier van de maand ervoor te bottelen. Dat eens in de maand brouwen werd al snel meer, net als het volume wat we brouwden. Van 20 naar 50 en soms zelfs 70 liter gingen we al heel snel. Het liep dusdanig uit de hand dat de kratten speciaal bier begonnen op te stapelen. Ja, dat gebeurde dus allemaal bij mij thuis. Eerst in Kanaleneiland, later in Lombok. Ik weet nog goed dat jouw vriendin naar mij toe kwam en zei: Het is nu of nooit. Jij werd bijna 30, Sander, en deze hobby moest na drie jaar hobbybrouwen zonder commerciële ambities, maar is wat minder gaan worden. Of juist een stuk serieuzer. En zo gebeurde het op mijn 30 verjaardag, waarbij we overigens ons eigen bier al thuis stapten en de koelkast er vol mee stond, dat iedereen binnenkwam zonder enig cadeau. En uiteindelijk bleek dat het cadeau een bankrekening was, waarop geld stond van vooruit verkochte bierpakketten aan aanwezige vrienden, maar ook familie en inmiddels ex-collega's. In het geheim hebben we dus de allereerste versie van een crowdfunding gedaan. En inderdaad, er kwam een orderlijst uit met meer dan 600 liter bier erop. Dit leidde uiteindelijk tot Van de Streek Bier en de eerste vier jaar van ons biermerk, waarbij we nog geen eigen ketels hadden. Sinds begin 2017 staat deze brouwerij hier waar je nu bent en produceren we al onze bieren in onze eigen ketels. Waar je nu zit is ons proeflokaal. Althans, in het weekend is het ons proeflokaal. Op andere dagen is dit ons logistieke plein. Alle vers afgevulde en verkochte pellesbier bier staan hier elke dag klaar om naar de slijter, kroeg of supermarkt bij jou om de hoek te worden getransporteerd. Ook inkomende goederen komen hier binnen zodat we ze allemaal kunnen controleren voordat we ze gebruiken. Voor het weekend zorgen we ervoor dat alles weer leeg is zodat we jullie als gast kunnen ontvangen. Zo, en dan zijn we nu toe aan het proces van bierbrouwen. Het is een simpel proces wat je zelf in je keuken ook kan doen. Zoals je ziet, passen de ketels en de tanks van de streekbier inmiddels niet meer in een keuken. En toch brouwen we naar dezelfde principes die we geleerd hebben in onze begindagen als brouwers. De chemie en de microbiologie verandert namelijk niet. Bier wordt gebrouwen van water, gemouten granen, hop en gist. Door te spelen met de verhoudingen, temperaturen en variëteiten van de ingrediënten, kunnen we tot een onuitputtelijke hoeveelheid recepten komen. Bier kan heel veel vormen aannemen: van fris, doordrinkbaar tot bitter, zwaar, zwart of zoet. We starten met het water. In principe brouwen we hier met Utrecht leidingwater, wat zeer geschikt is om mee te brouwen. Voor de meeste bieren passen we dat water echter een klein beetje aan met water eigen brouwzouten en mineralen. Zo kunnen we door calcium toe te voegen een fijnere bitterheid geven en door in verhouding meer chlorides toe te voegen, de romigheid van een bier onderstrepen. Het brouwproces starten we met warm water, wat afhankelijk van het recept grofweg tussen de 60 en de 70 graden is. Bij deze temperaturen worden de zetmelen uit de granen namelijk omgezet in suikers. Suikers die nodig zijn om later alcohol, CO2, smaak en mondgevoel te krijgen in een bier. Dit proces heet maisen en gebeurt in de maisketel. Het grootste deel van de gebruikte granen in een brouwerij is gerstemout. Daarnaast kunnen we mouten toevoegen van andere rassen zoals haven, roggen of tarwe. Maar we kunnen ook spelen met gekarameliseerde, gebrande of gerookte mouten. In onze trippel bijvoorbeeld, turf en surf, zit een klein vleugje rookmout. Zorg dat je die proeft. Na het maaien in de maaisketel pompen we het geheel naar de filterkuip. Dit is de tank die hoog op zijn poten staat, het dichtst bij het proeflokaal. Je kunt je voorstellen dat alle kafjes en restjes van granen een heerlijk papje hebben gevormd. Deze kafjes en overblijfselen van de granen gaan we eruit filteren in de filterkuip. Deze tank heeft een valse bodem waar kaf- en graanresten dus op blijven liggen. Onder die valse bodem verzamelt de heldere wort zich die, vanwege de hoogte van de tank op zwaartekracht, naar de kookketel gaat. Wort is de benaming van het gebrouwen suikerwater wat we tot nu toe hebben gemaakt. Tijdens dat filterproces voegen we heet water toe om te compenseren voor het vocht wat in de bosstol blijft hangen. Bostol is de naam voor de kafjes en de restjes granen uit het brouwproces. Dat is een zeer vezelrijk veevoer en wordt elke dag dat we hebben gebrouwen, opgehaald door boer Jan uit Groenekan, hier op een steenworp afstand vandaan. Zijn geiten eten dagelijks onze bostel en met hun melk wordt een overheerlijke kaas gemaakt, die ook terug te vinden is op onze kaasplank in het proeflokaal. Na het filteren gaan we naar de derde tank, de kookketel. In deze tank gaan we de wort een uur koken. Tijdens dit uur gaat ook de eerste hop het bier in. Deze eerste hop zorgt voor de bitterheid van het bier. Naast het toevoegen van bitterheid is het kookproces ook goed voor nog meer goed zien in je glas. Zo wordt de vloeistof steriel en klonteren eiwitten samen. En dat is dan weer goed om een helderder bier in je glas te krijgen. Na het koken wordt, wordt naar de vierde tank gepompt, de Whirlpool. In deze tank ontstaat een grote draaikolk, waardoor alle vaste delen naar het midden gaan. In deze tank voegen we vaak nog extra hop toe voor het aroma. IPA's krijgen hierna nog meer hop, maar dat komt straks aan bod. Het bier draait snel rond in de Whirlpool. Aroma hop is toegevoegd en we gaan nu de wort koelen met onze platenkoeler. Deze zorgt ervoor dat we de hele batch binnen een half uur kunnen terugkoelen naar de ideale temperatuur voor zijn gist. De exacte temperatuur is afhankelijk van de gist die we gebruiken. Tijdens het koelen van de wort warmen we water op. Deze vangen we op in de heetwatertank. Die heetwatertank heeft voldoende capaciteit om het volgende brouwsel weer van warm water te kunnen voorzien. En zo is de cirkel rond qua brouwen. Nu moet het vergistingsproces starten. In de vergistingstanks voegen we gist toe en laten we nu het brouwsel in principe verder met rust tot de vergisting ten einde komt. IPA's krijgen in de vergistingstank nog een lading hop mee. Dit wordt koudhoppen of dry hoppen genoemd. De hop die in de vergistingstank zit, geeft extra aroma en smaak aan hoppige bieren. Het vergisten gebeurt afhankelijk van het recept tussen de 18 en de 25 graden. Als de vergisting ten einde is, koelen we de tank naar tussen de 0 en de 2 graden. Tijdens deze koude rijping, ook wel lagering genoemd, zakken alle vaste deeltjes naar de bodem van de tank. Gist, hop, uitgevlokte eiwitten, allemaal dingen die we uiteindelijk niet in het glas willen tegenkomen. Na drie tot vier weken in de tank gaat het bier door onze separator. Door het bier door deze centrifugie te leiden, slaan we alle laatste vaste delen uit het bier. Hierdoor kunnen we de helderheid van het eindproduct goed controleren en zelf bepalen. Na de separator komt het bier in een zogenaamde helder biertank, ook wel Bright Biertank genoemd. In deze tank staat het bier helemaal klaar om te drinken. Maar voor uw en ons gemak moeten we het eerst nog even afvullen. Oh, wacht, 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 wacht. Zullen we anders eerst wat over onze barrels vertellen? Goeie! Niet alle bieren volgen namelijk hetzelfde proces door die roestvrijstalen tanks heen. Een deel gaat na de hoofdvergisting in de RVS-tank naar een houten vat toe. Dit zijn voornamelijk sterke bieren van 10% en meer. De vaten die we gebruiken, zijn eerst gebruikt voor andere dranken. En daarom neemt het bier de smaak van de drank op. En dat is nog niet alles. Het hout en de lucht die bij het bier komen, doen ook wat met het bier. Het hout geeft mooie vaniertonen en de lucht of oxidatie geeft portachtige, madeiraachtige tonen aan het bier. Bieren die vatgerijpt zijn, smaken nooit 100% hetzelfde. En zijn eigenlijk een soort unieke hobby binnen onze hobby. We vullen ons bier op drie manieren af, namelijk op fles, blik of fust. De fusten vullen we met de hand af. Door een verdeelstuk onderaan een tank aan te sluiten, kunnen we vier fusten tegelijk vullen. Met een snelheid van boven de 1000 liter per uur. Als we op fles of blik afvullen, gebruiken we onze afvullijn. Na het depalatiseren komen de flessen via de flessenspoeler, die de flessen schoonspuit, bij het vulblok. Omdat onze bieren onder druk in de tank zitten, moeten de flessen eerst op druk gezet worden. Vervolgens worden de flessen van onderaf gevuld. Daarna wordt de druk afgelaten. Schuimt de fles over en wordt er een kroonkurk opgezet. De fles gaat de lijn op om via de droogtunnel bij de etiketteermachine te komen. Hier checkt de operator de fles en stopt hem vervolgens in een doos. Het vullen van blik gebeurt op eenzelfde manier met deze lijn. Na het vullen komen de blikken op dezelfde baan terecht als de flessen. Fusten zijn de beste verpakking voor bier. Daarna komt blik en daarna pas fles. Traditioneel wordt veel bier in glas afgevuld. Bier wordt echter negatief beïnvloed door lucht, licht en temperatuur. In een fles komt zonlicht binnen en de kopruimte zuurstof vrij krijgen is een delicaat klusje. Bij blikken gaat het beter, maar bij een fust is er vrijwel geen contact met lucht en licht. Zo, dan zijn we helemaal rond. Van ingrediënten tot verpakking. Tijd om te gaan genieten van al die lekkere bieren. En uh, vergeet de geitenkaas van Bourja niet. Bedankt voor jullie aandacht en geniet van je bier. Proost!